Nou, dat is een hele mooie opkomst. Een goede vertegenwoordiging uit de hele sector. Er zijn belangrijke sprekers gekomen. Ik vind het vooral een belangrijk signaal dat ook de directeur-generaal Energie hier is komen spreken. Dat we op het punt staan van een belangrijke transitie. En het is belangrijk dat vanuit de Rijksoverheid dat ook wordt opgepakt. En dat is vandaag gebleken. Nou, als we daar een succesvolle pijler van willen maken, dan is er een beetje meer nodig dan we nu hebben. We hebben nu een warmtewet die eigenlijk alleen maar bescherming probeert te bieden aan de eindverbruiker voor het monopolie wat het is. Maar het is niet een wet die de weg bereidt om dat verder uit te rollen. Het bevat eerder belemmeringen dan dat het faciliteert. Ik denk dat wat daarvoor nodig is, is dat van de kant van de overheid op alle drie de domeinen eigenlijk wordt ingegrepen. Op het domein van de productie zou je meer kunnen doen aan het dwingen van producenten tot ontkoppeling van warmte, waarbij hun investering om te ontkoppelen een verplichting van de producent zelf is. Op het gebied van de transport zouden de overheden kunnen stoppen met het uithollen van de nutsfunctie. Waar wij in de praktijk tegenaan lopen is dat lokale overheden de neiging hebben om leidingnetwerken meer en meer te zien als een mogelijke melkkoe. Ik zeg het maar een beetje stellig. Je zou dat kunnen keren door warmtedistributie weer bij voorrang toegang te geven tot de ondergrond. Dus laten we zeggen het opleggen van een gedoogplicht aan lokale overheden voor kabels en leidingen, zodat ze daar geen precario kunnen heffen en de opgedrongen werken worden vergoed. Ik denk dat de komende 10 jaar, gezien het tempo waarmee dit soort projecten zich realiseert, verwacht ik dat wij nog steeds pareltjes zullen rijgen, dat telkens daar waar een project een goede business case heeft, dat die één voor één zullen aanhaken. De wil is er. De verduurzaming van vastgoed gaat ook van de vastgoedeigenaren uit. Maar het zal stap voor stap gaan. En de grote turnaround die men vandaag wil aankondigen, die vergt regie van bovenaf. En ik weet niet of daar de eerste komende 10 jaar, dan hopen we daar natuurlijk de eerste resultaten van te zien.